Ik heb een dringende afspraak bij mijn tandarts. En het enige wat nu moet gebeuren is dat...
met je mond open helemaal aan zo'n man overgeleverd. Het is bijna even onesthetisch dat achteruitrijden. Nee, je kunt toch veel beter hier komen zitten? Weet u zeker dat u dat stoeltje niet wilt? Ja, dank u. De tandarts. Tikkelt? Wat? U zou laten masseren? Oh ja. Ja, weet u, het is zo ontspannend. En het geeft je zo'n sensueel gevoel. Oh? U bent toch toevallig geen masseur? Nee, nee. Ah, jammer. Nee, ik ben geen masseur. Heeft uw tandarts ook zo van die buisjes? Die in je mond hangt om het speeksel af te zuigen. Ja. Krijg het al koud bij het idee alleen al. U kunt toch veel beter hier zitten bij mij en wat praten. Dat is toch veel gezelliger. Dus u vindt dat mensen af en toe even moeten stoppen om dan zomaar met de eerste, de beste een praatje te maken? Gewoon? Voor de gezelligheid? Ik ben niet de eerste, de beste, toch? Nou, ik ben er in ieder geval een wild vreemde voor. Nou, zo wildvreemd ben ik nou ook weer niet. Nu ben je al kennis gemaakt. Ik weet al veel van u. U zegt dat u niet getrapt bent. U heeft geen kinderen. U heeft last van uw tanden. U heeft toch geen kiespijn? Nee. Weet u wat ik doe als ik kiespijn heb? Naar een masseur gaan misschien. Oh, dat heb ik nog nooit geprobeerd. Nou. Dat zou best eens iets kunnen zijn dat helpt. Ja, je wordt ontspannen en rustig. Oh. Aan mooie mannen. Aan sterke mannen. En die laat ik dan de een na de ander voor mij defileren. Mannen. Ja. En daar gaat uw kiespijn van over. Nee, en het zijn dan ook vooral mannen die ik ken, hè. En u zou bijvoorbeeld ook best eens één van die mannen kunnen zijn. Oh ja? En weet u wat ik dan doe, hè, als mijn kiespijn niet overgaat? Ja. Er moeten natuurlijk wel veel mannen defileren. Als het niet overgaat, hè, dan verminder ik langzaam maar zeker het aantal kledingstukken van die mannen. En tot hoever gaat dat dan met die kledingstukken? Tot mijn kiespijn over is. Dat moet ik me dan wat vertellen. Pak ik toch dat andere stoeltje uit mijn bak, hè? Dan gaan we even wat verder kennis maken. Oké. Dat is zo vertellen. Oh, kunt u het niet vertellen? Oh! Kiespijn. Wat een mooie auto heeft u. Hoe hard kan die rijden? Kunt u me nou eens vertellen wat ik moet doen als ik kiespijn krijg? Nou, ik weet natuurlijk niet of mijn methode voor u ook zou werken. In mijn geval zou het natuurlijk wel dames moeten zijn. In dat defilé. Ja, dat zou ik ook proberen als ik u was. Ja. Dan verminder ik langzaam het aantal kledingstukken. Alleen als uw kiespijn niet overgaat. Misschien kunnen we even... Ik zie ook dat u een tomtom heeft in uw auto. Ja. Zullen we maar even gaan zitten? Gewoon even wat praten, wat kletsen. Goed, als u tenminste nog tijd heeft. Oh, ja hoor.
Het duurt niet te warm. Ja, ja. Ik doe ook even mijn jasje uit. En hoeveel kilometer heeft uw wagen nu gereden? Oh, 60.000. Oh. Ik heb de stropdas ook al afgedaan. Ja, ik zie het. Wat een stom kledingstuk is dat toch eigenlijk, hè? Wie zou dat nou toch uitgevonden hebben? Daar heb je er helemaal niks aan. Ja. Zo. Mooi bloesje heeft u aan. Dank u. Hoeveel drinkt hij? Wie? Uw auto. Hoeveel benzine verbruikt hij? Oh, niet zoveel. 8 liter. Oh. Dat stoeltje is te laag. U zit te laag. Oh, weet je wat? Komt u even bij mij op de motorkap zitten? Oh, maar kan dat wel? Komen er dan geen krassen op? Nee. Komt u maar. Oh, ja? Ja, zeker. Nou, goed dan. Ja. Oh, het heet! Oh, sorry, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Oh, en heeft u zijn pijn? Ja, het gaat alweer. Dank u. Ja. Oh. Wat? Oh, kijk nou hier. Zo'n kras. Van hier naar hier. Ah, dat is niet erg hoor. Weet u wat ik mij afvraag? Nee. Ik vraag mij, maar het schiet me opeens te binnen dat het toch eigenlijk een hele dringende afspraak is. Zeg, wilt u mij ook even een andere stoeltje dan aangeven? Wat voor afspraak is het? Waarom zou ik u dat vertellen? Nou ja, gewoon. Dacht. Geen sprake van! Nou ja, zeg. Achteruit, met die auto. Nee, hier zit u mij uit te dagen. En vervolgens... Uit te dagen? Ja, wat dacht u? Met die masseurs die over blote lijf masseren. En die defilés van naakte mannen. Oh, dat laatste heb ik helemaal niet gezegd. Dat is alleen maar uw eigen misselijke fantasie. En trouwens, ik heb helemaal geen zin meer om met u te praten. Ik moet er vandoor. Oh, dat gaat zomaar niet. Je kunt er nu niet zomaar vandoor gaan. Goed, zelf achteruit. Verbied het u. Pardon? Ja. Een man die mij iets verbiedt? Mm-hmm. De eerste, de beste, wildvreemde man die mij iets verbiedt? De eerste, de beste, dan straks zijn toch heb je heel wat anders. Ja, dat weet ik wel. Ik wil er geen woord meer over horen. Achteruit nu met die wagen. Nee. Geen sprake van? Niet. Dan ben ik de politie. Ja, doe dat. Ik sta in mijn recht. Niet als ik ze vertel dat u mij op uw motorkap heeft getrokken. En die kras is het bewijs. Die kras is het bewijs dat u mijn auto beschadigd hebt toen u niet achteruit wilde rijden. Ah. Uw woord is net zoveel waard als dat van mij. En er zijn geen getuigen, hè? Zo meneer, ja, wacht u daar nog even. Ja. Meneer agent, ik ga u onmiddellijk alles uitleggen. Want die man daar, hè, ja, die heeft hier met zijn auto de weg gesperd. Ik kom met mijn wagentje nog voor, nog achteruit. Ja. Zo. Met onze spelletjes. Ja, want de volgende keer ben jij aan de beurt om dat te verzinnen. Oh, lieve, dan zijn wij toch vreselijk gelukkig met elkaar. Hé, schat, neem jij het stoeltje? Ja, ga wij naar huis. En rij jij de stippel even achteruit? Ik rij de stippel achteruit.